Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. De laatste video van de Eredivisie wintersessies. Binnenkort gaat de Eredivisie natuurlijk weer beginnen. In de vorige video hebben jullie waarschijnlijk kunnen zien dat de twee teams, dus Raoul en Pasqui, tegen Frank en Robby hun selecties hebben samengesteld. Ze hadden 100k en 10 minuten om een selectie te bouwen. Dat was eigenlijk wat het verhaal was. Vertel, wil je nog eens zeggen? Ja. Oh ja, hey, blauw duimpje omhoog. We gaan dus nu even snel de selecties van elkaar bekijken. Ben je afgericht? En dan gaan we dus tegen elkaar spelen. Of dat gaat zij eigenlijk doen. En ik ben commentator. Maar ik ga de boys lekker veel laten doen. Dan wordt hier geknipperd. Video official, precies. We gaan even naar de selecties kijken. Dus ik zou zeggen, ga de selecties van de team van Frank en Robby. Fucking ziek! Wat vinden jullie daarvan, jongens? Ik zou toch een paar spelers anders hebben gekozen. Ik ook. Goed, we hebben dus net de selectie van onze grote vrienden aan mijn rechterkant gezien. Zometeen gaan we mijn linkerkant team bekijken. Maar ze hebben dus allebei een opdracht gekregen, mijn linkerkant team, wie weet zelf. Ze hebben allebei een opdracht of twee gekregen zelfs, twee opdrachten. Ik had de vorige video gevraagd of je ons bij onze naam wilde noemen. Ja, dat ga ik niet doen. Ik ga even iets uitleggen. Jullie hebben allebei twee opdrachten gekregen. Als je dus die opdracht voltooit, een losse opdracht, krijg je er een goal bij. Dus je kan maximaal twee goals erbij krijgen. Maar mocht je nou doorhebben wat de opdracht van je tegenstander is, dan telt het bijgevoegde goal niet mee. Ja, ons raad je toch nooit. Nee, goed, we gaan even kijken naar de selectie van Pasqui en Raoul. Laat het maar eens even zien. Kijk. Maat, ze hebben gewoon een knijter voor dezelfde spelers. Maxime Dembélé. Spits Dembélé. Kijk onze tussen. Wat vind je van onze Rashford? Ja, kijk dan. No! Hebben jullie niet gevraagd of dat mocht of niet? Ja, waarom heb je het niet op elke speler gedaan? Hey. Omdat we er pas na, nog met al 30 seconden erachter kwamen van Magda. En opvallende wissel. Oh, huts. Pasqui van de straat. Jong Ronaldo. Pasqui van Arnhemse straat. Zou je weten het echt? De donker Ronaldo. Dat weet ik niet. Ik heb een We gaan het zo merken, jongens. We gaan het zo meemaken. Ik zou zeggen, laten we lekker gaan beginnen. Als jullie zo willen winnen. Heren, succes. Zoals al gezegd, Frank en Rob in het geel. En Raoul en Pasqui dus in het lichtblauw. We gaan ons niet gek laten maken. Nee? Ik doe even het kaart. Frank en Rob, ik wil niet veel zeggen. Ik ben blauw, wat de fuck? Maar Pasqui, hebben jullie wel getrashed ook, man? Oké, fijn nog, fijn voor hem. Dat wil ik wel zeggen even. Hij is toch een loser. Wat zei ik dan? Wow, dat je loser. De vraag was niet hoeveel jullie gingen winnen, maar met hoeveel doelpunten. Oh, wacht even. Even wachten. Mijn ongelooflijke instelling staat helemaal niet goed. Kijk eens, man. Kijk, dit één doet! Nee, oprecht. Weet je wat het was? Alles stond goed en toen heeft Loutje de controle van jullie gedaan. En toen veranderde hij hem zelf. Jullie liepen elkaar te kutten en zo. Ik zat altijd zelf tegen jou van, what the fuck? De 8e minuut. Oké, top. Maar ja, we scoren meteen om te laten zien hoe goed we zijn. Hier is Frank en Rob aan de bal. Dat neemt hij niet gewoon aan. Omschakeling. Maar we zijn vandaag nog nooit zo stil geweest. Nee, we moeten echt winnen. We moeten dit echt niet verliezen. Kijk eens. Ik was mee. Nee, prima. Schot. Sam Maxime, opvallende keuze. Ja, jullie zijn van de skills? Oké. Gaan we. Ga maar. Je bent vrij. Oh, kijk eens. Militaal. Goeie tackle. Dat is prima. Geen respect naar de tegenstander, oké. Nee. Gewoon durven. Nee, dat duidelijk niet. Gewoon durven te aanvallen. Dan Rashford kan er niet door. Odriozola, echt ziek goede aankoop. Odriozola. Daar gaat hij. En dan Dembélé. Lee. Sissoko. Dembélé, wat doe je nou? Oh, oké. Okay. Die taal net over. En we zijn er bijna 15 minuten verstreken. Ik ben zo zeker. Niet te veel stappen met centraal tegen. Ja, dat is perfect. Dat is mijn back. Dat is mijn back. Ja, weet ik. Terugspeelbal. Scheid, Bas. Die kantje. Hier, wat doe jij? Oh. Wat doe jij, Frank van der Sol? Wat doe je? Nee! Ho! Lucas! Wat gebeurt hier allemaal? Lucas! Wat moet je nou? Die ene bal, dat doe ik gewoon weg. Hij paast al gewoon. Je bent blauw! Ja, ik ben blauwkeel! Pas maar in één keer heel straat in deze video. Oh, hoe dit? Hier knalk hem gewoon weg en hij paast er gewoon. Pasqui is een goede voornemer, was in 2020 straat. Pasqui zegt, waarom schrik je niet? Hey, heeft iemand een bril bij, want ik zie echt geen ene. Zo. Oh, wat dichterbij zitten, maat. Precies. Hier dan, Sam Maxime. Maar ik ben niet meer. Even overleg bij beide heren. Voorzetje, kijk eens. Oh, wat een goal!
op jouw zola. Lucas Moura. Hij was nergens te bekennen. Hoe doet hij het buiten de tijd? Oh. Hij is misschien binnen de tijd, ook niet. Onze opdracht was twee tegendoeken te krijgen. Een extra goal erbij. What a fantastic header. We krijgen plus 3, dus nu krijgen we eigenlijk gewoon zo'n dieter. Oh, 2-0 in 22 minuten. Gaan we hier dan live thuis zijn van de Jan? Een verse Jan. Oei, oei, oei. Focus erbij halen. Dat is focus hier. Pas Froma. Pas Froma, buitenspel. Focus. Focus. Oh, goed. Kijk eens. Zoek de aanval. Ja, daar zijn we. Frank en Rob. Daar zijn we. Doe maar. Lucas. Zet hem. Oh, wow, wow. En dan in de tegenstander over Lucas' zijn broer. Ja. Daar gaat hij. Oh, kijk, Rashford. Lijkt net alsof hij net iets extra's gaat geven in deze wedstrijd. Ik weet niet hoe dat kan. Doping. Maar het stond niet in de reglementen dat het niet mocht. Huh? Ik wil de bal wel doen. Hier dan Sissoko. Frank en Rob moeten toch nu wel snel doelpunt gaan scoren. Anders wordt het moeilijk. Wat is dit? Oh, oh. Oh my god. Kijk eens, je wordt geskilled. Oh. 15k, dit was een duurste speler waar ik denk. Is dit? Oh oh. Moet het makkelijk houden, moet je niet. Rashford, Lucas. Kom maar, goal. Lucas, oh, oh, oh. Goal passen. Oh, dat is jammer, Blijf door, we zijn beter. Vanaf na de 2-0. Hier dan, Militao. Oh, we zitten erop, We zitten er niet meer op, kut. Okay, ik ben Maxime. Ik ben Mandy. Nee, jij bent Mandy. Kut, dat zie je. Steeds opvallende keuze, die Sam Maxime. Wat je dat hoor? Nee. Vraag me af of ze die hebben geselecteerd. Nou. Goed. Prima. Goed. Kijk, ik heb die man nog nooit zo stil gehoord. Zo stil gehoord. Dat is een mooie uitspraak, man. Dat klopt niet helemaal. Goed. Prima. Terug, kom terug aan Becky. Goed zo. Maar zo'n rare paas. Midden. Oh, wat is dat gezegd? Kijk eens, Lucas. Die is in volgende, dat hebben we gezien. Oh, ik moest doen. Oh, oh, ik zit midden. En dan is hij weer. Sam Maxime. Goed, goed, goed. Onze bal. Onze bal. Laatste aanval. Oh, hoe is dit niet onze bal? Wacht. Ja, precies. Maar dit is wel Eredivisie, maar niet. Lang. Boys, doe eens wat! Gooi die kutbal! Oh, Sissoko! Hij paast ook gewoon niet. Nee, tante goede tackle-broeder. Kijk eens. Dembele. Dit had echt niet groeven. Maatje, kom op. Dembele. Dit geven. Dembele. Maxime. Rashford. Hij kan in de zijkant. Lucas. Kan hem voorzetten. Kijk eens, deze balletje. Voorzet. Oh, oh, zo. Zo. Hij laat die homers erop. Laat toch de irritatie toe. Ai. Semedo. Semedo. Allebei die jongen. Daar is hij weer. Sam Maxime. Oh, Dembele. Maxime loopt diep. Oh, Fekrabona. Balrol. Oh, kijk eens. Hier wordt geskilled. Zo waren een paar skills achter elkaar. Onmerkelijk. Oh. Jurk aan de voet. Jurk aan de voet, hè? Jurk aan de voet. Goeie. Kijk eens. Afkappen. Slepen. Ja. Oh. Ongekend, dat zat er gewoon tussen. En waar wordt die maximum dan toch vaak gezocht, hè? Blijf me verbazen. Ga dus gelijk vertellen dat onze challenge met zijn maximum is. Ja, weet je. Wat is zijn maximum dan? Dat vraag ik me wel eens af, namelijk. Hier dan. Ja, daar redden ze niet. Redden ze niet meer, hoor ik net. En dan is het rust. Gaan er nog bijzonderen komen? Frank erop? Frank erop? Oh, dat was goed! Robby Deluxe was dat. Amen. Precies. Kom maar, voor de goal komt hij op. Voor de goal komt hij op. Voor de goal komt hij op. Oh, oh my god, jongen. Dit was zo. Wat een rol kunnen zijn, hè, bro. Oh my god. En maar Frank en Rob, ik heb het even gemist. Hebben jullie gewisseld? Nee. Oké. Okay. Nee, nee. Ja, dus je hebt niks gemist. Nou. Ja, je bent ook zo oplettend, maatje. Je mist nooit iets. Daarom, precies. Mijn challenge was: geef Bas een compliment in de 50ste minuut. Precies. Heel zwaar voor mij. Ga maar diep. Tuurlijk, hij snapt toch wel. Oh, ik vind wel dat je een beetje gemeen doet tegen mij. Sorry, schatje. Dan gaan we niet goed de nieuwe jaar. Ik heb het al over gezegd, niet? Oeh. Oh, goed idee. Sorry. En dan gaan ze weer. Baskin en Raoul. Met Rashford. Lijkt net alsof dat Cristiano Ronaldo is.
Hij dribbelt wel wat lekker. Hij kan alles. Ja, hij druk op. Ik wist niet dat dat komt. Jawel. Jawel. Lekker om met je tijd rekken. 10 keer gedaan. Ja, jij. Oh, gaan we hier dan een wissel krijgen? Dat is de vraag. Waarschijnlijk wel. Laten we het een beetje. Waarom is het? Omdat jullie fitness zijn vergeten. Voor Rashford, tenminste net toch kant, hè? Bij Lukaku in de spits. Oh, Lukaku in de spits, dat is opmerkelijk. Dat is apart. Ja, ja. Er stond iets met Lukaku op een blaadje en hebben ze die gedaan omdat ze die andere geld hadden. Klopt. Ze meedoen hier. Sam Maxi. Ja, dat is slim zijn om dat te bedenken. Hoe is het lucky nou? Dat is toch helemaal niet waar? Nee, maar ik wacht wel op mijn kind gewoon leuk. Wacht, ze verwachten het. Ja, maar jongen, dat mag niet. Je bent in de verdediging. Hallo, ik ben hier de scheidsrechter. En commentator, maar ik ben alles erin. Ja, anders heb ik niks te doen namelijk. Misschien was die andere. Ja. Ze hebben me gewoon wat gegeven. Want, ja, kan dat? Anders zit ik ook veel. Kan je iemand terugwisselen? Ja. Geannuleerd toch? Ja. Was die wissel nog niet geweest? Nee, ze zijn hebben het nog. Dat was het dan. Klote. Oh, laat maar doen. Bas, is er nog één ding? Oh, dikke vette map. En dan gaan ze. Frank en Raoul. Godverdomme, bijna! Frank en Raoul. Er zijn nu nieuwe teams gemaakt. Hier dan, Sam Maximair. Kijk eens. Skill goals komen. Heel veel skills. Skill goals. Sam Maximair. Zullen we dat denken? Zullen we dat inzetten? Ik zat denk ik wel 2 skills achter elkaar. Doe het. Oh, kijk eens. Oh, nee. Zullen we een skill goal met Sam Maximair? Zullen we die doen? Ja, dat zou ik wel doen. Lucas hier dan. Dat is, laat Vergaatik en Robbie denken dat je een skill goal moet scoren met Sam Maximair. Oh, dat zullen we niet mee, hè? Dit is gewoon wie is de bol ook erbij gooien. Dat is niet nee, we moeten wisselen. Ja. Oh, daar gaan we. Oh, kijk eens. Dembélé. Trap hem uit, want we moeten nog wisselen. Waar is die? Sam Maximair? Oh, dit is rood. Het is rood, ja. Ja, rood. Rood. Blomp ei. En Dembélé. Hier dan Roussillon. Waar is die? Sam Maximair? Oei, oei, oei. Roussillon? Dat is goed, man. Dat is echt goed. Sam Maximair wordt vaak gezocht. En Anka. Kijk eens. Oh, oh, oh. Merry Christmas. Hoe doet hij het zo? Oh, kijk eens, Militao. Ik kan dus niet zien welke kant van Rome en Pasti. Ik kan dus niet zien welke speler. Ja, dat wordt dus ook niet makkelijk gemaakt. Staat erboven. Huh? Ja, ja, maar ja, zeg maar, als je hem, alleen maar als hij de bal heeft. Ja, ja maar de speler van Frank staat er, die geselecteerd is. Waar is die? Dat staat hij nog niet meer. Waar staat onze Lukaku? Gewoon just a question. Ik wil nog een score, ik wil die verse Janu. Kijk eens, Janu moet geven in de tweede helft. Oh, nog 20 minuten. Ja, dan moet er toch echt wat gaan gebeuren. Ja, als jij Sam Maximum selecteert. Ja. Lijkt toch een redelijk gemakkelijk om winning te worden. Sorry! Zo! Zo! Oh, komt-ie. Woe! Oh, de voetbal is goed onderuit. Odrio Zola. Zo. Is het dan buitenspel? Nee hoor. Ja. Dembélé. Rashford. Oh, die doet zo traag! We hadden hem zo'n kaartje moeten geven, misschien had dat gewerkt. Ja, misschien wel, ja. Bij ons heeft het ook gewerkt, zoals je zag. Nee, hadden jullie op Lucas gedaan? Mm-hmm. Nee, op Rashford. Oh. Maar waar staat die gast? Sissoko, overal. Oh, kijk eens, fake Rabonnetje. Toevallig weer skills. Toevallig? Hoe kan dat dan? Wie dan? Frank en Rob, ze moeten nu. Ze moeten nu. Oh, echt? Oh, kijk eens. Oh, Sportief. Maar waar staat hij? Ik heb er geen idee waar hij staat. Yes. Oh, shocker. Vind je dat? Disrespect. Vind je dat wat? Oh, daar gaat hij. Serieus? Hij komt uit. Hoe is basis gewoon? Oh, ze zijn geweldig. Ze weten. We kunnen ze even wisselen. Waar is je spin? Ja. Mijn vader. Laten we Sam maar uithalen. Ik heb er nog geen keer gesprek. Hoe gaat dit ook nog goed komen? Als je hij staat helemaal niet in!
Hij staat er niet in! Domme mogol! Oh my god! Oh my god! Lukaku er niet in! Je hebt hem meer gewisseld van Sissoko. Ik kan het voor een andere wissel wat ik kan doen. Gelukkig hebben jullie nog even tijd, of niet? Oh my god! Ik had echt verwacht dat ik het zou neuken. Maar jij hebt het echt verneukt. Ik wou het echt zeggen. Maar gelukkig hebben jullie nog een... Wacht! Gelukkig hebben jullie... Stampen! Ah, jullie hebben de laatste 10 minuten nog, toch? Oh, wacht. Oh, wacht. Dat was een challenge achter de 80 minuten. Oh, die is nu vandaag nog eens bij Frank. Godverdomme, nou, ik was er dood, boeien. En daar is hij weer, Maxime, kijk eens. Oh, ik verlies. Optieve, jongen. Weg met die jongen. Hij heeft hem ook nog. En hij staat er ook nu nog in. Waarom hebben we erin gezet? Oh, 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 oh. Oh, my god, nee, Frank. Ja, kom maar. Besef, Frank gaat 2 keer op 1 dag verliezen op pas. Dat was al een paar dagen geleden. Als het echt aan mij had gelegen, had ik het eerder toegegeven. Dat is nu echt niet voetbal. Oh, we kunnen gewoon nog gelijk komen, trouwens, met doelpunten. Hey, dit is Lukaku! Oh, Lukaku! Kan hij afmaken! Vast nog een linkerbeen, ja. Of niet? Frank, vast nog voor een linkerbeen, jongen. Hier, Rashford, daar gaat hij. Oh, nee. Maar als jullie onze ding raden, dan vind ik alsnog een punt. Min 1. Ja, min 1, nee, joh. Ja, maar dan mogen wij het ook met jullie proberen. Kunnen we in ieder geval nog op 2-1 komen? Ja, ja. Oh, dat ga je nooit raden. Ja, die van ons ook niet, joh. Het is toch niet dat je naar de punt krijgt? Oh, okay, okay. Dat meen ik echt. Hé, hey, wat is dit? En was ik dat? Nee, ja, was jij. Jij was Kiel. Dat valt ook heel graag. Kom maar. Oh, skills, man. Wat is een skill, joh. Oh, kijk eens. Oh! Oh! Wat een skillshow hier. Trap hem eens neer. Wat een skill. Oh. Wat een skillshow. Oh. Oh nee. Doe jij dan weer. Gaan ze dat niet doen? Oh. 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 Leuk. Dit is een hele mooie goal. Dit is skillpaas. Die was helemaal geen fucking mooie goal. Ik ben helemaal klaar. Ik ga tegen de captain. Ik ben echt klaar mee. Ik ga weg. Oh, past niet. Oh nee, Frank. Binnen een paar dagen gewoon verloren 2 keer van Paski. Frank, jongen. Frank, toen ik naar die bommel gaan, dat was wel gezellig. Ik vond het wel leuk bij dat feestje. Oké, maar voordat jullie naar huis gaan, Frank en Rob, wat denken jullie dat de challenge was? Een skill win met Saint-Maximin? Nee, niet helemaal, niet helemaal. Niet helemaal, maar vanaf... Leg naast je, blijf. We lachen hem altijd voor je. Ja, oké, maar dan mocht ik niet. Maar er waren er 2, ja, behalve nu. Er waren er 2, Rob. Ik ligt er al de hele tijd. Rob? Ja, paas mij. Frank? Frank, nee? Er waren 2 opdrachten voor de heren. Wat denk je dat die 2 waren? Paas. Scoren met Saint-Maximin. Nee, skill run. Iets met skills met Maximin. Ja, dat wel, maar dat niet helemaal. Nee. Wat doe jij? Scoren met Saint-Maximin uit een skill move. Nee. Ik denk dat het scoren was met... Ja, maar hoe degedetailleerd moet je het maar welke spelers? Ja, jullie zaten wel in Sandwich. Buiten de 16 scoren met Mertens, want die was 30 jaar. Ja! Kijk eens. Oh, hij is kapot. Nee. Die moet je niet laten zien. Die hoef ik niet, troep. Die moet je niet laten zien. Oh. Kijk eens, winnaars. Wat was jullie ding? Ja, geef een assist met Lukaku. Nee, hij moest geel pakken met Lukaku. Geel tussen de 60 en de 80e minuut. En hij kwam er in de 79e in. Ik zou het even tegen elkaar. Ik heb helemaal niet gezien. Ja, ik ben fluisteren. Ik zo, wat staat? Ik zo, sta stil. Toen ging elke speler switchen. Ik dacht, hij staat er niet in. Uitdrukken, oh, hij staat er echt niet in. Maar jullie hadden een geel pakken met Lukaku. Ja, dus hadden jullie nooit gedaan. Fucking simpel. Ja. Ja, wel als je hem erin hebt staan. En wat was de andere? Fucking simpel. Wat was de andere? Ja, het buiten 6 en wel zeggen. Met Mertens. En alsnog 3-0. Nou, ik wat was jullie tweede? Wat was jullie tweede? Ik trapte hem neer. Ja, of dat. 2 assists met Eriksen. Ja. Maar wij dachten we winnen toch, dus dan zetten we die niet terug. Ah, top. Okay. Ah, top. Goed, nou, dit was het, jongens. De heren hebben de beker te pakken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Binnenkort is weer de E-Divisie gewoon terug. Live. De live shows zijn weer terug. Vonden jullie nou een leuke video? Ik ga zo door met praten. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie weer terug binnenkort bij de live shows. Dit was onze kerst, oud en nieuw en nieuwjaarsserie. In de winter, de wintersessies. En ik wil je bedanken. Tot de volgende. Joe. Ciao.